De agrarische sector staat aan de vooravond van grote veranderingen. De landbouwsector zit op slot en moet natuurinclusiever gaan werken. Om vooruit te kijken is het soms goed om terug te kijken naar de landbouw van vroeger. Een tijd waarin meebewegen met de natuur niet alleen gemeengoed was, maar noodzakelijk om te overleven. Ik ben nou groot geworden in de tijd dat er heerste nog honger. Dus er moest zoveel mogelijk geproduceerd worden. Er moest geswoegd worden en gewerkt. Ja, trekkers hier op deze grondjes, maar dat kan eigenlijk niet. 18 pk trekker op, dat jaagt alles stuk en dan lopen ze van 180. Niet de vaart, die ontwikkeling niet. Een tijd waarin gemengde landbouw uit het Westerkwartier verdween en plaats maakte voor gespecialiseerde en efficiëntere bedrijven. Gemengd bedrijf is zeer intensief. Het was toen handiger om alleen veehouderij te hebben. Akkerbouw werkt veel beter loont dan de melkveehouderij nog, hoor. We gaan op zoek naar kennis van voor die mechanisatie en schaalvergroting die de productiviteit in de landbouw omhoog wisten te stuwen. Kennis die alleen gepensioneerde boeren nog hebben. Wij zeiden altijd, waar je met droogte verspeelt, verspeel je met plezier. Zuinig zijn op je goede grond, dat is belangrijk. Wat we toen leerden hebben op de landbouwschool, dat was al vrij snel ook weer verleden tijd. Hè? Ja, dat was geleden. Dan kwam ik nog wel eens in zo'n grote lichtboksenstal. Ik moest er niet aan denken als ik daar in moest werken, dat ik dat moest doen. Ik vond er niks aan meer. Die kennis gaan we zoeken in het Westerkwartier. Een gebied waar boeren lange tijd in balans met het landschap leefden. We gaan op zoek naar de oerboeren van het Westerkwartier.